wel even flink puzzelen dit. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik zit met twee laptops, want ik heb de afgelopen weken echt heel veel overgezet van mijn ene naar mijn andere. En dat wil ik af. Dat wil ik helemaal af hebben nu. Dus, Sarah is de laatste dag school voor de vakantie, dus ik denk, nou, het is alleen een ochtendje, maar zoveel mag ik even doen. Dan is dat in ieder geval weg. En hoop ik dat ik helemaal klaar ben met die ene laptop vandaag. Ik hoop wel dat ze goed blijft voelen. Vanochtend voelde ze zich wel goed, dus ze is naar school. Gisteren was ze natuurlijk echt goed ziek. Vannacht ook nog even, maar ze wilde heel graag naar school. Ja, dan ga ik niet zeggen, je mag niet. Ik heb voor vandaag geregeld dat als het goed is, mijn moeder anders naar zwemles kan met haar. Dat is ook de laatste voor vakantie. Maar ik vind dat gewoon heel belangrijk. Ik wil heel graag dat ze eindelijk de zwemdiploma haalt. En vorige week vrijdag ging het zo verschrikkelijk goed met zwemmen. Dus ik hoop wel echt dat we dat even vast kunnen houden. Maar goed, ik ga me hier even op focussen. En ja, dan ben ik mezelf toch weer zitten nuttig gaan maken. Ik ben echt zo'n eind en ik ben zo blij. Ik heb op mijn oude laptop nog een vlog die staat te renderen. Opnieuw heb ik zo verschrikkelijk veel over en uitgezocht. Ik word er helemaal blij van. En dan heb ik ook het gevoel dat ik niet zo 100% nutteloos ben. Oh, school belt. Nou, ik werd dus gebeld dat Sarah toch weer heel ziek is op school en ik vind ze sneu. Maar ja, als ik nu ga, doe ik er echt heel lang over om op school te komen. Dus ik Marco bellen waar hij aan het werk is. Want ik weet wel dat hij aan het werk is, maar ik heb geen idee waar elke keer. Dat verschilt per dag. En soms verschilt het zelfs meerdere keren per dag. Dus ik mijn broertje gelijk gebeld. Dus die is gelijk gaan. Die is nu ondertussen al bij school, want ik moest nog wat dingen doorgeven. En ik baal zo. Ik vind het zo erg dat ik niet zelf kan opspringen om erop te halen. Maar ja, ik doe er gewoon echt heel lang over. Eer dat ik daar ben. Dus ik ben nu maar even een beetje op de bank. Want Sarah ligt altijd het liefst op de bank aan het maken. Dekentje erbij. Dat als ze zo komt, dat ze gelijk even lekker kan liggen. En zich gewoon even op zijn gemak ziek kan voelen, zeg maar. Dat is eigenlijk het enige wat ik nu kan doen. Oh ja, nee, ik kan nog één ding. Ik kan even een schaal pakken, want of ze nou misselijk is of niet, ze vindt het gewoon altijd als ze ziek is heel fijn om een schaal bij de hand te hebben. Want ze heeft zoiets, als ik dan moet overgeven, dan is die schaal er gewoon. Dus die ga ik nog wel even pakken en klaarzetten. Oh, en ik kan de knuffeltjes even pakken van boven, dat die er liggen. Dat vindt ze ook altijd mega fijn. Dus ik ga even voorbereiden. Mijn broertje is net, dus ze zullen over 5 à 10 minuten thuis zijn. En ze is toch wel even iets eerder opgehaald dan hoe ze anders thuis gebracht zou worden of als ik zou gaan. Oh, zo zielig. Sarah was, dan ben je wakker. Je was gelijk weg. Moet je wakker van het piepje. 20 seconden was Sarah vertrokken. Dat was echt geen Sarah. Sarah, die is weer in het land van de levende. En we gaan even samen, oh, lekker scherp op weer. Dat is beter. Een kerstfilm kijken. We gaan Elf kijken. En die heb je nog nooit gezien, toch? Ik heb hem nog nooit gezien. Nee. Het is wel fijn. Sarah leest ondertiteling, dus ik kan gewoon ook alle Engelse films opzetten. Geniaal vind ik dat. Dan heb je zo verschrikkelijk veel meer keuze in films. Want nagesynchroniseerd, dat vind ik echt fout. Maar ga beginnen. Dus we gaan even lekker kijken. De vlog uit de meest charmante hoek ooit. Ik heb Marco gevraagd om naar de supermarkt te gaan voor mij. Om vast alle boodschappen te halen, ook voor de kerst. Zeker als de boeren mogelijk gaan staken, ook richt wel heel erg de verkeerde kant op. Oké, nu zie je me enigszins, zover dat lukt. Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, zeker als de boeren mochten gaan staken, is het wel fijn als we toch al van alles in huis hebben. Want ik zou het wel erg vinden als we met de kerstklikjes moeten eten of zo, omdat er gewoon niks is. Maar onze koelkast staat mega vol. Dus ik moet even kijken hoe ik daar plek in krijg. Zodat dat en dadelijk het er allemaal in kan. En er komen steeds geen lange stukken staan, dus ik moet echt even kijken in hoeverre dit gaat lukken. Ik maak altijd zo'n rommel van alles.
zo echt veel in, want het is echt voor, even denken, 5 dagen eet het inclusief 2 keer heel uitgebreid met de kerst. Dus het is wel even flink puzzelen dit. Nou, dus meeste ruimte, dat plankje blijft rommelig, wat ik ook doe, omdat het gewoon allemaal niet past. Deze heb ik helemaal leeg, hier kan nog wat bij, en hier kan nog wat bij, en in de deur en in de la heb ik ook nog wat ruimte. En we hebben heel veel boodschappen, en er is nog heel veel niet, en heel veel huisjes. Dus dat kan ik morgen met Sarah allemaal gaan doen. Even voor mezelf, een euforisch momentje. Ik heb namelijk mijn oude laptop helemaal leeg, en daar ben ik echt blij om. Het is heel veel werk geweest, ik heb 900 gig moeten overzetten. Ik heb er heel veel van uitgezocht ook en alles wat niet nodig was of waarom ik niet eens weet dat ik het bewaar, allemaal al eraf gooit. Het laatste beetje moet dan nog wel uitgezocht worden, maar ik voel me best wel happy. Ga ik net zeggen de schooltas door, krijg ik gewoon dat ze de eerste boekbespreking mag doen. Ik vind het echt bizar snel, maar wel echt wel bij de passen. Ze mag het over een paar weken doen. Oh hier, 5 februari volgend jaar. Dus dan kunnen we thuis wel oefenen. En dan mag ze het boek laten zien, vertellen hoe het heet. Dan mag ze uitleggen waarom ze dat boek gekozen heeft. Dan mag ze vertellen of ze het wel of niet leuk vond om te lezen en waarom. Daarna mag ze iets vertellen over de afbeelding aan de voorkant. Of het een gebonden boek is of niet. Of bijvoorbeeld een pocketuitgave. Wat de titel is, wie de schrijver, wat de uitgever is, hoeveel ze druk, hoeveel bladzijden, hoeveel plaatjes in staan, of er grote of kleine letters gebruikt zijn. En dan een korte inhoud. Of er een korte inhoud op de achterkant staat, wie de hoofdpersonen en de belangrijkste dieren zijn, of het inhoud je verdrietig, spannend, leuk, grappig of eng is. Maar je vertelt niemand hoe het afloopt. Dat vind ik inderdaad wel een hele goeie. En aan het einde lees je een bladzijde uit het boek voor die je zelf erg leuk vindt. Dan vraag je aan de kinderen of ze nog vragen hebben over jouw boekbespreking. Oh, wat leuk. Dit vind ik echt heel leuk. Ik vergat bijna de vlog af te sluiten, dus het is al aardig donker. Ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei.